Hallo iedereen, dit is een video over wel of geen e aan het einde van het adjectief. Adjectief is in het Nederlands bijvoeglijk naamwoord. Dus wel of geen e op het einde. Zoals ik in mijn vorige video's al heb gezegd, het hangt af van het lidwoord. Dus het is belangrijk dat je het lidwoord kent, bijvoorbeeld de of het idee, de of het film, de of het bril. En als je het lidwoord kent, dan kan je deze oefening foutloos, dat wil zeggen zonder fouten, maken. Laten we even de oefening doorlopen. Zin nummer 1. Dat is een goed idee of dat is een goede idee. Wat denken jullie? Goed of goede? Dat is een goed idee. Dit is een fantastisch of fantastische film. Dit is een fantastische film. Waarom fantastische en niet fantastisch? Omdat het lidwoord van film de is. Het is de film. Je hebt een leuk of leuke bril. Je hebt een leuke bril. Het is de bril. Een leuke bril. Tot maandag. Prettig. Prettige weekend. Tot maandag. Prettig weekend. Het weekend. Ha, een lekkere kopje koffie. Ha, een lekker kopje koffie. Verse koffie. Heerlijk. Verse koffie. Heerlijk. Dus bij nummer 5 hebben we een lekker kopje koffie. Bij nummer 6 hebben we verse koffie. Dus bij 5 zonder e, bij 6 met e. Irene heeft een Arabische achternaam. Irene heeft een Arabische achternaam. Let er ook op dat je de e achteraan altijd goed uitspreekt. En we spreken die uit als e. Dus Arabische. Die moeten we echt horen, die e. Die mag je niet weglaten of inslikken. Het is belangrijk dat je die goed en duidelijk uitspreekt. Nummer 8. Hans komt uit een grote gezin. Hans komt uit een groot gezin. Kijk, als je die e niet goed uitspreekt, groot, grote, dan zou je, ja, als het grote moet zijn en je zegt groot, dan zou je het verkeerd begrijpen. Dus het is heel belangrijk, want dan hoor je, als je het niet goed uitspreekt, dan hoor je het verschil niet. Dan zou het allebei groot, groot zijn. En ja, dan is het helemaal fout. Maar nummer 8 is dus groot. Hans komt uit een groot gezin, omdat gezin het gezin is. Nummer 9. We hebben mooie tomaten. We hebben mooie tomaten. Nummer 10. Joren heeft een Nederlandse moeder en een Amerikaanse vader. Joren heeft een Nederlandse moeder en een Amerikaanse vader. Want het is de moeder en de vader. Nummer 11. Hier hebben ze mooie verse fruit. Hier hebben ze
Mooi, vers fruit. Het fruit. Mooi vers fruit. In deze straat zijn veel leuke cafés. In deze straat zijn veel leuke cafés. Hebben jullie vragen of willen jullie iets behandeld zien wat betreft de Nederlands of Vlaamse taal? Schrijf het in de comments hieronder en dan zal ik zien of ik jullie kan helpen. En bedankt voor het kijken en tot in mijn volgende video.